elkaar echt een heel leuk setje. Verdraaid mooi. Action is natuurlijk ook gewoon echt de winkel van de handige dingen. Hallo allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Action Nederland. Ik ben Larissa en misschien ken je mij van mijn eigen kanaal, Larissa Bruin. Daar maak ik ook regelmatig video's met Action items. En vandaag heb ik weer iets heel erg leuks voor jullie. Dit wordt namelijk een shoplog, maar het is een budget shoplog. Ik heb dit keer geprobeerd om alleen maar items te halen onder de 3 euro. En inmiddels heb ik het best een paar keer gedaan, dus je zou kunnen zeggen dat ik... Nee, ik ben geen expert, ik ben nog geen expert. Maar het is me wel goed gelukt. Dus ik kan niet wachten om jullie alles te laten zien. En ik hoop dat jullie ook heel veel zin hebben in deze video. If zo, doe dan alvast je duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om straks een leuke reactie achter te laten. En te abonneren op dit kanaal. En ook op mijn kanaal als je het nog niet had gedaan. Gaan we gauw beginnen. Ja, 3 euro is best wel wat. Ik heb namelijk ook wel eens onder de 2 euro geshopt. Ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd. Wat is voor jullie een goed budget? Als jij zelf zou gaan budget shoppen. Wat vind jij dan aannemelijk bij de Action? Zou je dan onder de 2 euro gaan zitten? Onder de 3 euro? Onder de 4 euro? Laat dat even weten in de comments. Nou, ik begin even met iets wat echt precies onder de 3 euro was. Dit was namelijk 2,99 euro. En dit is ook echt zoiets wat ik nog nooit eerder bij de Action heb gehaald. Het zijn velvet hangers. Eigenlijk echt super handig. En ook best wel goedkoop, want het zijn er gewoon 10. En wat ik hier fijn aan vind, is dat ze best wel dun zijn. Dus in je kledingkast neem dat minder ruimte in. Wat betekent meer ruimte voor kleding. Dus ja, dit is de eerste, maar vast niet de laatste keer dat ik dit heb gehaald. Dan heb ik ook hele mooie glazen meegenomen. Zij noemen dit de Bormioli glazen. Ik weet niet of dat een bepaalde betekenis heeft, maar in ieder geval, ik vind dit echt wel mooie glazen. Het waren 1,38 euro per stuk, dus ver onder de 3 euro. Maar ik heb er wel 4 meegenomen, want ja, 2 is ook maar 2. Toch? En zelfs met 2 zou ik nog onder de 3 euro zitten. Maar ik vind zo'n glazen set moet je gewoon meteen compleet maken. En wat ik ook heb gedaan is ik heb 2 verschillende soorten gehaald. Dus ik heb deze, die heeft echt een soort van diamantpatroontje. Noemen we dit een diamantpatroontje? Ik weet het niet. En deze heeft meer een ijspegelpatroontje. Ja, ik bedenk het wel leuk, hè? In ieder geval, het zijn dus 2 verschillende. En van beide heb ik er dan dus 2. Dus eigenlijk is mijn hele glazen set weer compleet. Dan heb ik ook een notitieboekje meegenomen. Deze was 1,99 euro. En vind ik wel echt heel erg mooi. Het is een beetje ja, roze kleurig. Volgens mij hadden ze ook nog wel andere kleuren. Maar er staat dus een mandala op. Volgens mij noem je dit een mandala. Toch? En wat ook wel leuk is, er zitten ook stickers bij. Dus ik kan helemaal losgaan. Over losgaan gesproken, het is ook niet alleen een notitieboek. Maar je hebt hier dus ook nog een soort van kleurplaten in zitten. Is niet echt iets wat ik op dagelijkse basis doe. Een kleurplaat in kleuren is ook niet echt helemaal mijn ding. Want ik denk altijd dat ik daar geen tijd voor heb. Maar een vriendin van mij die was laatst daarmee bezig. Met dit soort kleurplaten. En toen zei ze dat het dus wel echt heel erg rustgevend is. En ik denk wel dat ik die rust misschien wat vaker moet pakken. Dus ik zie dit als een soort van meditatieboekje. Waar je dan je notities in kunt maken. En misschien als ik de tijd ervoor kan vinden. Dus ook eventjes lekker gewoon kan gaan zitten kleuren. Vond ik in ieder geval wel leuker dan een normaal notitieblokje, boekje. Dus ja, voor 1,99 euro helemaal cute. Dan denk ik dat we nu bij mijn favoriet aankomen. Dit is namelijk iets wat ik echt niet had verwacht bij de Action. Maar tegelijkertijd ook weer helemaal wel. Ik haal natuurlijk heel vaak, kaarsen bij de Action. Meestal zijn dat geurkaarsen. Ik heb ook weer een geurkaars meegenomen hoor. No worries. Maar dit keer vond ik dus ook deze swirl kaarsen. Zoals je ziet, dat zijn van die kaarsen die zo helemaal gedraaid zijn. Ik vind dat echt super mooi. Ik vind het verdraaid mooi. Ja, dit is ook wel een hele mooie kleur. Er lagen echt letterlijk nog 2 pakketjes. Dus ik heb ze ook beide meegenomen. Want ze zijn 1,49 euro per stuk. Dus zelfs nu ik beide heb meegenomen, zit ik nog onder de 3 euro. En ja, je hebt dus 3 van die kaarsen per setje. Nou, voor iedereen die al heel benieuwd was naar die geurkaars, ga ik die meteen ook maar laten zien. Dit is de Oriental Freesia. En die komt in zo'n leuke glazen pot. Waar ook een leuk kwastje aan hangt. Ziet er helemaal leuk uit. Maar het ruikt ook echt heel lekker. Het is alleen wel heel moeilijk open te maken. Ja, hij is een beetje zoet. Warm ook wel. Ja, echt zo'n geur waar ik helemaal van hou. Maar ze hadden er ook verschillende van. Deze is dan grijs. En je hebt ze ook in het wit. En die heeft dan weer een andere geur. In ieder geval allemaal helemaal lekker. En ook heel sfeervol natuurlijk. En deze is 2,79 euro. Dan heb ik ook 2 prachtige mokken gehaald. En die waren per stuk 2,49 euro. Ja, ik heb er wel weer 2 gehaald natuurlijk. Omdat ik het gewoon leuker vind om echt setjes te halen. Dit is er eentje met een mooie print. Het zijn een soort van...
van bladeren, denk ik. En het is zo mooi afgezet met dat goud, weet je wel. Dat vind ik echt heel mooi. En deze is dan wat meer basic. Dit waren de laatste twee in de winkel waar ik was. Maar ik weet dat er ook nog andere prints van waren. Want die ben ik al een keer eerder tegengekomen. Toen ben ik het eigenlijk gewoon vergeten te halen. Wat ik even afgeleid was door andere dingen. Maar ik ben dus heel blij dat ik ze nu alsnog heb aangeschaft. €2,49 per stuk. En kijk, bij elkaar echt een heel leuk setje. Dan even iets super saais. Of misschien dat iemand anders hier wel echt helemaal happy van wordt. Maar robijnwasmiddel. Black. Met zwart beschermers. Helemaal leuk. €2,79. Ja, had ik gewoon nodig. En is ook gewoon wel zo fijn. Heel fijn ook dat er meteen een maatbekertje bij komt. En ik heb niet geroken, maar ik neem aan dat dit gewoon heel lekker is. Dus dat ga ik nog wel even doen. Oeh, dat was best sterk eigenlijk even. Ja, het ruikt lekker. Nou, nog zoiets wat ik wel gewoon nodig had, maar misschien niet zo heel boeiend is. Nou ja, alsof alles ook maar boeiend moet zijn, hè? Action is natuurlijk ook gewoon echt de winkel van de handige dingen. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Haal jij bij Action vooral de mooie, leuke dingen? Word je daar het blijst van? Of word je juist het meest blij van al die handigheidjes en praktische dingen? Laat het even weten in de comments. Voor mij is het in ieder geval altijd een combinatie van beide. En ik denk dat ik er ook heel vaak kom voor iets handigs. Maar dan uiteindelijk weggaan met juist weer al die mooie dingen. In ieder geval heb ik weer iets heel erg praktisch. Iets wat ik gewoon nodig had. Namelijk een raamwisser. Deze was er trouwens ook in een mooiere. Want er was er ook eentje met een gouden hengsel. Alleen die was denk ik niet echt van de kwaliteit dat deze is. Deze is €1,99 en die andere was volgens mij ook 99 cent. Maar ik dacht ja, voor zoiets handigs wil ik dan ook vooral wel dat het gewoon handig is. En het hoeft er dan niet per se mooi uit te zien. Alhoewel, dat is ook leuk geweest. Maar ja. Ik heb nog steeds over een raamwisser, jongens. Ja, het wordt gewoon niet boeiender. Maar het was dus €1,99. Nou, top. Helemaal binnen budget. Gaan we door. Ook weer in de categorie vooral handig heb ik deze spatel. Zij noemden dit een schuimspaan meegenomen. Heb ik echt letterlijk nog nooit van gehoord. Maar goed, we weten allemaal dat dit heel handig kan zijn in de keuken. En deze was €1,49. Ik ga het er niet langer over hebben, want het wordt echt niet spannender dan dat. Oké? Daar kan je wel lekker mee koken. Nou, last but not least heb ik ook nog een masker meegenomen. En dit is zo'n masker die je echt moet opsmeren. Het is een roze klei masker. French clay and rose water. Contains French pink clay and is enriched with rose water for a glowy skin. Dus nou, lekker shinen maar denk ik hiermee. Ik hou altijd wel van dit soort maskers, want daar kun je natuurlijk best wel lang mee voort. En ik heb al wel van die groene maskers gehad, dus ik dacht weet je wat, ik ga dit keer gewoon voor roze. Ook wel een gezellig kleurtje. En deze was, even kijken, €2,12. Nou, heb ik toch onder de €3 echt heel veel leuke dingetjes kunnen scoren. Ik ben heel erg benieuwd welke van deze items jij het leukst vond. Dus laat dat weten in de comments. Vergeet natuurlijk verder ook niet om een duimpje omhoog te doen voor deze video. En even te abonneren op dit kanaal als je dat nog niet had gedaan. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk weer tot snel. Doeg!